Maarten het Hart, dat was de jonge Bach. Had jij niet liever de oude gehoord? Uiteraard, de grote Bach zelf is natuurlijk, daar gaat niks boven. Maar Johann Christian Bach, die jongste zoon van Bach, was ook een heel groot componist. En bovendien heeft Mozart daar nog weer in Engeland bij op schoot gezeten. Dus die heeft toch ook zo'n grote verdiensten. Die heeft als het ware de link gelegd tussen de oude Bach en Mozart. Morgen is het boekenbal. Ik ga je niet vragen wat je dan aantrekt, want dan bederf ik de voorpret voor de honderden feestgangers die daar nou juist voor komen. Ja. Dus ik ga weer even terug naar die muziek. Je schrijft heel veel over muziek in je laatste boek, Een Havik onder Delft, Polemische Paukenslagen, ook een muzikale ondertitel. En daarin zet je in een van die stukken de muziek op de eerste plaats, in de rangorde der kunsten, en literatuur op de 17e. Dat moet je even toelichten. Ja, dat is natuurlijk dat is een beetje een soort retorisch grapje. Je kan natuurlijk ook net zo goed de literatuur op de tweede plaats zetten. Voor mij is het alleen heel duidelijk, de muziek gaat boven alles. Dat komt vooraan. Dat is zo'n onvergelijkelijk veel. Ja, daar kan je zoveel meer mee dan in de literatuur. Met een paar nootjes kan je al zoveel meer dan met heel veel geschreven woorden. Dat voor mijn gevoel daardoor de muziek echt ver uitstijgt boven de literatuur. Maar dat is een privé mening natuurlijk. Nou, vele schrijvers delen hem ook niet. Je zou voor één cantate van Bach de hele literatuur cadeau doen en de schilderkunst erbij. Ja, daar ben ik wel tamelijk rigoureus in. Nou ja, in de praktijk krijg je zo'n dilemma natuurlijk nooit voorgeschoten. Je speelt zelf orgel. Ja. Dus waarom niet orgelen de hele dag in plaats van achter die schrijfmachine? Waarom geen muzikus geworden? Ja, maar daar moet je... Kijk, als je in de muziek wat wil bereiken, moet je zo ontzettend goed zijn. Dan moet je echt van zo'n geweldig niveau zijn, anders dan word je toch een tweede rangs dorpsorganist of zoiets. En dan moet je heel je leven lesgeven om een beetje brood te verdienen. Dat lijkt me heel onaantrekkelijk. Je kiest toch voor eerste rangs schrijver? Liever ben ik dan. Ja, en bovendien hoef je als schrijver natuurlijk niet voortdurend te concurreren met de grote uit het verleden. De componisten van nu, die moeten alsmaar concurreren met Mozart, Bach, met de allerbeste die er geweest zijn. Want die worden voortdurend gespeeld. En het is niet zo dat Shakespeare voortdurend alsmaar gespeeld wordt en dat je daar steeds mee moet concurreren. Dat kan goed naast elkaar bestaan. Maar in de concertzaal is het zo, er is of Mozart en niet ook nog een hedendaagse componist. Maar Proust, Stendhal, Flaubert, toevallig wat Frans, die worden nog steeds gelezen. Daar concurreer je toch... Daar concurreer je toch niet zo sterk mee zoals de componisten, de hedendaagse componisten moeten concurreren met Mozart en Beethoven, die alsmaar gespeeld worden en die eigenlijk toch de hoofdmoot van het programma vormen, terwijl het in de literatuur zo is. Die oude schrijvers worden ook hier en daar nog wel gelezen, maar iedereen is toch nieuwsgierig naar wat schrijvers van nu over deze tijd te melden hebben. En dat is in de muziek veel minder zo. Je bent niet nieuwsgierig waar Otto Ketting nou mee gaat komen? Nou, ik toevallig wel, maar het gros van het concertpubliek niet. Omdat dat niet zo'n direct idee geeft over de tijd waarin je leeft. Terwijl je wel graag als je leest, wil lezen hoe iemand anders tegen jouw eigen tijd aankijkt. Toch één vraagje nog over het boekenbal. Een harde machtsstrijd. Een hele pagina in de NRC waarin Hugo Brandt-Corstius je oproept om je vijand Karel Peters in elkaar te slaan. Iedereen kent jou, maar wie is die Karel Peters en waarom voer je oorlog met hem? Ja, Karel Peters is een heel klein mannetje, dus het zou echt ontzettend gemeen zijn als ik die daar op de boekenbal in elkaar zou slaan, want hij heeft geen schijn van kans tegen mij. Zo'n miezerig kereltje. Dus dat ben ik ook niet van plan om dat duel aan te gaan. Karel Peters, daar voer ik oorlog tegen, omdat ik heb 14 jaar lang heb ik heel hard voor die man gewerkt, geschreven. 140 artikelen heb ik in Vrij Nederland gepubliceerd, onder zijn auspicie. Het ging altijd goed, het was altijd een geweldig goede verstandhouding. En opeens is hij, en dat was naar aanleiding van mijn vorige essaybundel, een dagspel uit Tula, is hij tegen mij gaan ageren. En heeft hij geschreven dat ik een kippenborst had, moet hij zeggen, dat kuikentje. En heeft gezegd dat ik een klein burgerlijk lulletje ben. Als hij nou geen betere, leukere scheldwoorden kan bedenken dan dat, is toch wel kinderachtig. Maar het is onbegrijpelijk dat iemand waar je 14 jaar lang zo hard voor werkt, zo opeens tegen je uit begint te varen. Het komt er menig huwelijk ook voor. Ja, er zitten natuurlijk vindt, allerlei persoonlijke dingen achter. Wat voor lulletje was je nou volgens hem? Klein burgerlijk lulletje. Dat vind je niet leuk, maar de weerzinwekkende, walgelijke Roomse draai komt, vind je dat op een hoger niveau? Dan? Nee, dat blijft. Kijk, dat is natuurlijk, als je eenmaal zo uitgescholden wordt, ga je zelf ook als het ware op hetzelfde niveau terugschelden.
De literaire Lilliputter met het tandenloze bezelsmoertje. Nou, dat vind ik al ietsje geestiger. Ja. En dan dat kunstgebit van hem, dat is symbolisch voor zijn miserigheid. Ja. Maar dat kan die man toch niet helpen, dat hij een kunstgebit heeft en zo klein is? Nee, dat kan hij allemaal niet helpen, maar het is wel op de een of andere manier tekenend voor hem. Nee. Het geeft toch weer wat voor soort type man het is. Zo'n klein kinderachtig kereltje, zo rancuneus, een beetje in elkaar gebogen, zit hij daar. Op de redactie van Vrij Nederland zit hij daar maar iedereen in elkaar te sabelen. En hij schrijft taai schoenzolenproza. Nou, dat is niet een uitdrukking van mij, maar stel ik me graag achter. Taai schoenzolen, ik heb zelf maar gezegd. Maar dat is tenminste literaire kritiek. Maar... Grauw wasdagproza heb ik zelf gezegd, maar dat is absoluut. Ja. Nee, taai schoenzolenproza klopt ook wel aardig. Ja. Houdt u misschien van de man? Ik? Ja. Vroeger wel, ik vond het een heel aardig. Nee, maar nu? Nee, ja, nu heb ik een soort gevoel van, hoe kan dat nou? Waarom is die man zo opeens zo boosaardig over mij gaan schrijven? Nou, terwijl ik zo hard voor hem gewerkt heb. Ja. Nou, ik vraag dat, houdt u misschien van die man, omdat het me doet denken aan meester Mollema, uit het Roerkan nog zes man om. Een schoolmeester waarvan u hield, maar die u pestte. Ja, ja. Ja, zoiets is het in dit geval ook wel. Ik heb nog steeds wel een zwak voor hem. Ik vind het jammer. Ik begrijp het gewoon niet dat hij zo tegen mij is gaan uitvaren. Dat snap ik niet. Dat hij zo met de botte bijl is gaan hakken. Dat kwellen, dat doet u ook wel graag. Dat merk je ook al de verwoede manier waarop u het formuleert allemaal. En u heeft over het huwelijk gezegd dat het je exclusief kwelrecht geeft. Ja, dat is zo. Moet je dat nog even toelichten? Hoe vreselijk dat ook moet zijn voor uw vrouw? Als ze natuurlijk. Ik ben een ontzettende pestkop en treiterkop. Altijd jennen en plagen. En daar kan ze inderdaad niet zo goed tegen. Maar ja, je hebt iemand bij de hand waar je dat op kan uitleven. En die kan niet zo makkelijk zomaar bij je weglopen. Dus dat is toch hopelijk exclusief. Niet de voornaamste functie van het huwelijk? Nee, maar voor mij is het toch wel heel belangrijk om iemand bij de hand te hebben om te kunnen plagen. Het hoeft niet alleen binnen het huwelijk. Ik heb ook het feminisme lange tijd geënt en gepest. De protestanten? Protestanten, ja. U heeft ook een hekel aan Jezus Christus. Als hij de zoon van God was, hoop ik maar dat hij niet op zijn vader lijkt. Wat heeft u tegen onze lieve Heer? Ja, ik heb niet zoveel tegen onze lieve Heer, maar ik heb altijd van kindsbeen af aan het Oude Testament zo prachtig gevonden. Die aartsvaders met die hele wereld, Jacob en Esau, Abraham en Isaac, dat vond ik schitterend. En daar leefde ik helemaal in. Jozef die dan naar Egypte verkocht wordt en dan weer teruggevonden wordt door zijn broers. En als hij dan in het Nieuwe Testament kwam, dan was het toch een beetje een kleurloze, saaie wereld. En wat ik, bij mij is het een beetje met Jezus misgegaan door de gelijkenis van de verloren zoon. Die jongste zoon die wordt met vreugdegeschal binnengehaald. En de oudste zoon, die wordt in het verdomme hoekje gezet. En ik was zelf ook de oudste thuis. En dacht, zie je, de oudste altijd de pineut. U houdt van die ruwe, hevige verhalen. Maar dat hele griezelverhaal over dat bloed wat voor onze zonde is vergoten, dat vindt u nou in niks. Nou, niks. Ik vind dat moeilijk te begrijpen. Als God echt almachtig is, dat heb ik nou in mijn laatste boek geluid, dat iemand ergens zegt, als God echt almachtig is, dan kan u ons ook wel vergeven, zonder dat daar een hele poespas bij nodig is van een zoon die tussenkomt en als middelaar voor ons optreedt. Dan kan dat ook rechtstreeks gebeuren. Een almachtige God hoeft helemaal niet zijn zoon te sturen om voor onze zonde te boeten. Die kan die zonde vanzelf ook wel vergeven. Ja. Het klinkt logisch, maar daar moet ik later nog eens goed over nadenken. U houdt zo van de psalmen omdat ze niet christelijk zijn. Ja dus. Daar zit nog helemaal niets in van een verlossing en van een middelaar en van een messias die komt of zo. Dat is in die psalmen allemaal niet te vinden. Er is in de psalmen voortdurend sprake van een rechtstreekse verhouding met God. Psalm 73, waarin heb ik nevens u omhoog. Nevens u omhoog, dus helemaal niemand anders, ook niet Jezus Christus. Ja. U houdt wel van God. Ik merk dat ik u ben gaan zeggen sinds we het over God hebben. U houdt wel van God, niet van Jezus. U verlangt enorm terug naar de kerk. Echt een heimwee. Het samen zingen. Mm-hmm. Waarom bekeert u zich niet tot het Jodendom? Jezus, het lijkt wel alsof u al weet waar het volgende boek min of meer over gaat. Daar speelt in ieder geval het Jodendom, of althans de rechtstreekse verhouding met God, speelt daar een heel belangrijke rol in. Maar ja... tot het Jodendom je bekeren kan natuurlijk niet. Je bent geen Jood van huis uit, dus dat kan niet.
Dat zou niet kunnen volgens mij. Volgens u niet? Ik dacht dat het wel kon. Maar ja, maar dan, dat zie ik toch niet als... een oom van mij is ook, hij heeft zich ook tot het Jodendom bekeerd en is ook naar Israël gegaan en woont hij nu. Maar dat zou ik toch nooit, ja, dat vind ik toch vreemd. Dus heb ik het gevoel dat je echt Jood moet zijn. Dat je als het ware dan ook het Jodendom of het Jood zijn naar je toe haalt of zo. Dat zou ik een rare, inauthentieke manier van doen vinden. U wilt dus toch geen Jood worden. Waarom dan dat boek? Nou ja, ik zeg dus, ik kan er niet echt bij horen. Je kan zelf nooit een Jood worden. Maar het mooie van het schrijven is natuurlijk dat je wel in een roman een figuur kunt opvoeren die wel Joods is. Dat kan heel goed. Hoef je zelf geen Jood te zijn, maar je kan wel iemand opvoeren die wel Joods is. En je kan je daarmee identificeren en via die omweg van die identificatie, dat je je inleeft in zo'n persoon, in zo'n roman, kan je toch als het ware een stapje die richting uit doen. Zonder zelf natuurlijk ooit Jood te kunnen worden. In uw boek Een haven onder Delft schrijft u veel over die psalmen. En ontroerend is de passage waarin u huilt omdat u er niet meer bij hoort. U wil ook niet bij het Jodendom horen. Nou, dat hoort kan u niet. Dat kan niet? Hoort ja. U ergens bij? Nee, ik hoor nergens meer bij. Ik hoorde bij de gereformeerde kerk en daar ben ik uitgegaan. En sindsdien heb ik nooit meer het gevoel gehad dat ik ergens echt bij hoorde. Hoort u bij iemand? Karel Peters bent u ook al kwijt. Ja, ben ik ook al kwijt. Nou, ik ben nog gelukkig getrouwd, dat scheelt nog. Dus daar hoor ik nog bij. Ik plaag er dan wel veel, maar ze kan het nog wel uithouden. Ze kan het wel hebben. Ja. Ja. Om luchtig te eindigen, u plaagt niet alleen protestanten, maar ook katholieken. U heeft een oplossing voor hun problemen met het celibaat. Misschien wilt u die nog op de valreep even vertellen. Nou, het celibaat is heel eenvoudig op te lossen. Je geeft alle leken 2 vrouwen. En de priesters kunnen dan 1 vrouw hebben. Dan is het toch een verschil van 1 vrouw, zoals er nu ook een verschil is van 1 vrouw. Want de priesters hebben niks en de leken hebben er 1. En het celibaatsprobleem is ook opgelost. Dat is een slim idee. Dankjewel voor dit gesprek.